in de hoge, in de hoge, in de hoge, vrede op aarde, vrede op aarde. Goedemorgen, welkom bij deze vierde adventsdienst. Vandaag gaat dominee Kees Haak voor. Hij zal spreken over het thema Gods finale vredesoffensief. We beginnen de dienst en als symbool van de vreugde en het licht dat Jezus ons geeft, steek ik alle adventskaarsen aan. In het begin was er het woord en alles is ontstaan. God deed met hem dat ene woord, het licht voor altijd aan. Het licht scheen in de duisternis, die heeft het niet begrepen. En daarom werd het woord een mens. God kwam het onderstrepen. Vind je geluk niet zonder mij, want naast mij is geen leven. Wie God gelooft en hem aanbidt, die komt hij vrede geven. God spreekt nog steeds dat ene woord en alles kan bestaan. Ere zij God, hij deed het licht voor altijd in ons aan. Laten wij uit eerbied voor God een moment stil te betrachten voor we de dienst beginnen. Dit is een eredienst. Dat wil zeggen dat we onder een open hemel staan. En meer dan ooit belijden we met de kerk van alle plaatsen en eeuwen dat onze hulp afhankelijk is van onze God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Ik mag u groeten namens deze God. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heere en Heiland Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we luisteren naar het lied O Come All Ye Faithful. En als u thuis bent, mag u dat rustig meezingen. Meisjes en jongens, ik denk dat jullie vast wel eens een parade van militairen hebben gezien. Op televisie, maar misschien heb je er ook wel eens eentje bij gewoond. Je ziet al die soldaten voorbij lopen met geweren, en helmen, en gewapend. En met die hele stoet komen ook trucks en jeeps en tanks over de straat rollen.
En ze lopen allemaal voorbij de koning. En dan zeggen ze, groet aan de koning. En heel vaak hebben ze dan een heel speciaal iets om te laten zien hoe sterk ze zijn. Ik denk even aan die man in Noord-Korea die een hele grote raket had gemaakt. En die liet hij zien. Die zei, dit is een enorme raket, daar kan ik de hele wereld mee overwinnen. Dat was een soort teken van kracht. En dan denk je, waarom doen die soldaten dat? Nou ja, dat doen ze natuurlijk om te laten zien hoe sterk ze zijn en dat ze het land kunnen verdedigen en dat ze eventueel een vijand kunnen aanvallen. En wat dacht je? Zou God ook zo'n leger hebben? Ja. Maar dat is niet een leger met geweren en helmen en zwaarden. Maar dat is een leger van engelen. Die om ons heen zijn. En die we wel niet zien, maar die er wel zijn. En één keer of een paar keer in de geschiedenis laat zo'n engel zich zien. En hij komt bij de herders die waken in de velden van Efrata over de schapen. En dan zegt hij, ik heb groot nieuws voor jullie. Want er is een redder geboren. Een redder die de wereld helemaal vrij zal maken van alle ellende. En er is ook een teken. Geen supergrote raket. Maar kijk eens. Een kribbe. Met een baby in stro. Wat is dat nou? Hoe kan je daar nou een oorlog mee winnen? Ja, dat is nou het geheim van Kerst. Dat de Heer Jezus die geboren is als een baby. Machteloos. Nederig. Niet in een paleis. Niet met toeters en bellen. Maar gewoon als kind. En dat hij niet door wapens, maar door het offer van zijn leven de wereld van het kwaad zal bevrijden. Dat is het teken, zegt de engel. En dat teken, dat is het teken van Kerst. Het is de baby die straks de koning wordt. Niet over één land, maar over de hele wereld. Dus elke keer als je kijkt naar die kribbe, naar die voerbak, dan denk je, dit is de geboorte van een nieuwe koning. Die we mogen vereren als onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot leger, een groot hemelsleger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. In mijn jonge jaren waren mijn ouders samen met veel andere christenen vanuit Bijbelse principes tegen bioscoopbezoek. Ik herinner me dat ik wel één keer toestemming kreeg. Dat was toen we, weliswaar met begeleiding van de middelbare school, naar de bioscoopfilm gingen De Langste Dag. De Langste Dag.
een indrukwekkend verhaal over de operatie Overlord, waarmee de geallieerde legers op 6-6-4-4 Europa kwamen bevrijden via de totaal onverwachte en levensgevaarlijke landing op de steile rotskusten van Normandië. Deze beroemde D-Day kregen de legers inderdaad voet aan de grond in Europa. Het vredesoffensief dat was ingezet kon niet meer terug. Want met dit bruggenhoofd in Europa kon de geallieerde legers Europa binnentrekken. Nee, het was nog niet direct dat heel Europa bevrijd werd. Het duurde nog vele lange dagen en nachten voordat het einde kwam. Maar die day was over het einde van de Tweede Wereldoorlog definitief de beslissing gevallen. En de bevrijding was een realistisch uitzicht. Wat er nu gebeurt in de nacht in de velden van Evrita is duizendmaal meer indrukwekkend dan die landing in Normandië. Dit is de landing van Gods vredesoperatie, Lord of Lords. Het is de N-nacht van 1100, waarin de beslissende stap werd gezet in het bruggenhoofd Bethlehem, de stad van David. Hiermee gaat God dat beslissende einde over Satans bezettersmacht over deze wereld beëindigen. En de hele wereld mag realistisch uitzien naar een gegarandeerd vooruitzicht. Want wat gebeurt er? Er staat: opeens was er een engel van de Heere daar bij die herders. En de heerlijkheid van de Heere omstraalde hen. Niet zomaar een licht, natuurlijk ook een licht, maar het was God zelf, zijn glorie, zijn heerlijkheid, die de hele nacht in het licht zette. De heerlijkheid die God ook in Sinaï had gezien, toen hij op de berg neerkwam met donder en vuur en aardbeving. Of de heerlijkheid waarmee God in de tempel kwam, om te laten zien dat Hij God is. God zelf komt dichterbij en brengt op zo'n manier het paradijs naar aarde. En dan die engel. Wie is die engel? Zou het Gabriël zijn, die al tegen Zacharias heeft verteld, en Maria? Maar ik denk dat het Michaël is, de chief in command van de hemelse legermachten. Want die engelen, die zitten niet allemaal op een bankje te wachten wat er allemaal gebeurt. Nee, ze zijn mee betrokken in het realiseren van Gods heilsplan. En dan komt die engel met een mega boodschap. Ik breng u het goede nieuws, evangelie, dat kind geboren is. Dit is de N-nacht, waarin de vrede die groter is dan de vrede van de keizer in Rome. Advent krijgt een voet aan de grond. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren, de gezalfde Heer. Het is de geboorte van een koningszoon. Ja, niet in een paleis, maar in een kribbe. Maar het is wel de gezalfde Heer. Dat wil zeggen, hij is door God aangewezen om Kyrios te worden. Heer. Kijk eens even aan de keizer Augustus die over heel het Middellandse zeegebied regeerde. Die was de Kyrios. En dan zegt de engel hier, ho ho, er is een andere Kyrios, een andere Heer. Dat is deze koning. En
dan denk je, oh, dat zal dan wel een krachtpatser zijn. Nee, let op. Hij zegt, dit is het teken. Je zult, pardon, hoor ik het goed, een baby vinden. Die gewoon in een doek gewikkeld is. Net als alle andere baby's. Maar die ligt niet in een prachtige wieg met goud omringd. Maar ligt in een voerbak. Pardon? Moet dat een heer worden? De nederigheid van Christus wordt vanaf dat begin duidelijk. Hij gaat niet vechten met geweld en met spierkracht en met wapens. Maar hij gaat werken zoals hij geboren is. In nederigheid, in de smaad, in de schande die hij op zich zal nemen aan het kruis. Hier wordt de wereld omgekeerd. En dan. Plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees. De hemel is reeds gevuld met engelen. Waar komen die dan vandaan? Ja, die zijn er al. Die zijn op aarde. Alleen, onzichtbaar. Wij zien ze niet. En dan zeggen mensen, nou, dan zullen ze ook wel niet bestaan. Ho, ho, wij zien ze niet. Maar als God even het gordijn optrekt, dan zie je die grote legermacht. Dat zijn niet zomaar engeltjes die door het luchtruim zweven. Nee, dat zijn de geallieerde soldaten. Er wordt ook gezegd, het is een legermacht. Het is een legermacht waarbij de engelen vanuit de hemel en de aarde samen, ja, wat doen ze? Ze loven God. Dat is niet dat ze een mooie melodie bedenken, maar het zijn soldaten die een marslied zingen, die een leus roepen. En ze hebben maar één wapen. En dat is de lof op God. Want dit is het vredesoffensief van de Lord of Lords. Hoe klinkt dan die groet? Groet aan de grote koning. Ere zij God. Zoals soldaten voorbij lopen bij de loge van de koning en een plechtig groeten, zo beginnen de engelen te zeggen, u bent de Heer, de God, de koning van hemel en aarde. Wij aanbidden u, wij vereren u. En wat magistraal heeft u het bedacht om niet met geweld, maar met het zenden van uw eigen zoon de wereld te verlossen. Die wijsheid, daar kun je eindeloos van zingen. Dat is ook in de geschiedenis van de kerk eindeloos gebeurd en herhaald. En nieuwe liederen. Want dit is het machtige wapen tegen Satan. Lof op Gods glorie. En wat zeggen ze? Ere zij God in de hoogste hemelen. Niet zomaar in de hoge, een beetje boven ons wolkendak. Nee, nee, nee. Tot zover dit universum reikt. Nou, we denken dat het heelal nog steeds uitdijt. Tot zover reikt die eer en die glorie en die heerlijkheid van God. Het totale universum staat onder het beheer van deze God en luistert naar zijn welbehagen. Het hemelse legermacht, die voortdurend in spanning staan. Wat gaat er gebeuren in de heilsgeschiedenis? Ze staan op code rood. Nu landen we op de aarde. Want ze hebben een tweede leus. Vrede naar de aarde. Voor mensen welbehagen. De aarde is het oorlogsgebied. Satan heeft het bezet. Daarom is het nog niet zozeer vrede op aarde, nee, vrede naar de aarde.
De onstuitbare start is begonnen. En de aarde moet heroverd worden. Het moet weer opnieuw een paradijs worden. En de doelgroep van deze boodschap zijn de mensen. En het is voor mensen. Mensen horen het. Dat er vrede op weg is. Dat de vrede komt met dit kind van Kerst. Dat je bevrijd kunt worden van schuld, van schaamte, van angst voor de dood. Dat er leven en vrede op gang is. Waarom dat allemaal? Omdat God dat wil. Er staat een heel mooi woord. Het welbehagen van God. Dat God dit zo wil. Dat God de wereld niet overgeeft aan ondergang en corona en ziekte en kanker en alles en oorlog. Nee, God gaat het herstellen. En dat doet hij met deze koning. Maar die koning is een priester die zijn leven als een offer voor ons geeft. En als deze priester later opstaat uit het graf, is het eerste wat hij zegt, vrede voor jullie. En de apostelen die weten niet hoe ze het hebben. En dan moet de Heer Jezus het nog een keer zeggen. Vrede voor jullie. Dit is de vrede die God op aarde komt brengen. En via die apostelen en via de zending van de kerk wordt die vrede de wereld ingedragen. Elke dag en elk jaar opnieuw. De hele tijd van Advent door wordt dit evangelie gepresenteerd. Wat zegt de engel? Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Gods verlossing is als het ware geland op aarde. Nu kantelt de wereldgeschiedenis. Er is geen weg terug. No point of return. God zet door. Die strijd gaat door. De legers voor de Tweede Wereldoorlog hadden er bijna een heel jaar voor nodig. God heeft er de eeuwen voor nodig. God heeft gezegd, dit werk wordt doorgezet door de kerk, door de gelovigen. In haar opdracht om te preken, om te vertellen, nooit op te houden, om Kerst verkend te maken aan de wereld. Daarom is er ook het geduld. Want we kunnen zeggen, waarom moeten we nog weer Advent vieren? Waarom komt God dan niet? God heeft geduld. Geduld met de kerk. Waar mensen nog twijfelen en niet weten hoe ze het hebben. En geduld met die hele wereld van ongeloof. Om ze toch ook te redden. Laat dat ook de betekenis van Advent zijn. Dat elk kerstfeest is als het ware een voorbode op de komst van Christus. Op de komst van de vrede op aarde. Elke keer als we nu het kerstlied zingen, verschillende versies, dat God geprezen wordt als de God die de eer toekomt tot in de hoogste hemelen. Tegelijk dat de vrede op weg is naar de aarde. De vrede op weg naar u. De vrede op weg naar je buurvrouw, je buurman, je vrienden, je familie. Maak het bekend. En blijf Kerst vieren. Gods vredesoffensief heeft geen point of return. Het zal gebeuren. We verwachten een gegarandeerd vrederijk. Amen. Laten we de Heere danken voor het feest van Kerst en de tijd van Advent. Hartelijk dank, drie enige God, dat we Advent mogen vieren.
en straks ook inderdaad kerst. We danken u voor de en-nacht, waarin de wereldgeschiedenis weer hoop vatte. We danken u voor het bruggenhoofd in Bethlehem en het nederige teken van de kribbe. We danken u dat de hemelse machten tot uw beschikking staan en om ons heen de kerk en het evangelie beschermen. We aanbidden u, kind van kerst, gezalfde Heer, zoon van koning David. Uw operatie Lord of Lords kreeg voet aan de grond. Het vredesoffensief is al eeuwenlang gevorderd door kerk en zending. Wat een zegen, Heer, dat wereldwijd Advent wordt gevierd en kerst en uw naam wordt bezongen. Zelfs in de gesloten gebieden voor zendingswerkers, tot in de gevangenissen toe. We loven u, Heilige Geest, werkzaam in Maria, werkzaam in Jezus, werkzaam in de apostelen, in de Bijbel, in de kerkgeschiedenis. Dank voor de triomf over brute machthebbers, die hooguit nog genoemd worden in de geschiedenisboekjes. Maar uw vredesoffensief dringt door. Dringt door ook tot in ons hart. Heer, geef vrede en rust in de roerige tijden die we nu meemaken. Ook met corona. De onbekende situaties en de hindernissen om kerk te zijn. Om de vleugels uit te slaan. Om de erediensten te houden om u te prijzen. We bidden om leefruimte, gezondheid, vrijheid. We bidden voor onze geloofsfamilie wereldwijd, die zuchten onder tekort en ziekte en dood. We bidden voor de wereld die de ogen sluit voor de hemelse legermachten, die niet het marslied van het ere zij God en vrede naar de aarde hoort of wil horen. Ontfermt u zich over de wereld naar uw welbehagen in het kind in de voerbak. Houd de verwachting op Christus' komst brandend in ons. Dat we verder kijken dan de schone schijn van kaarsjes, lichtjes en feestmutsen. Geef ons ogen om uw heerlijkheid in ons midden op te merken. In de onderlinge liefde en toewijding. In de dynamiek van kerk en geloof. In de vasthoudendheid van de verwachting van onze heiland, Jezus Christus. In zijn naam bidden wij. Amen. We kunnen luisteren en eventueel meezingen met het lied Mijn God, mijn Vader, u riep ons hier tezamen, dat uw koninkrijk spoedig komen zal op onze plaats en overal. Mijn God, mijn Vader, u riep ons hier tezamen, dat uw koninkrijk spoedig komen zal op onze plaats en overal, dat uw heerlijkheid schijnen mag, dat u zichtbaar wordt vandaag. Bewerk ons hart opnieuw, kom spreek tot onze ziel. Want u bent koning voor altijd, dat wij uw kinderen mogen zijn. Hier op aarde en overal, uw licht schijnen zal. We zingen halleluja, halleluja. Zingen halleluja, halleluja. Dat u koning bent en uw kinderen kent, nu en tot in eeuwigheid, noemen wij onszelf uw erfgenaam.
U ons kent bij onze naam, dat uw heerlijkheid schijnen mag. Dat u zichtbaar wordt vandaag, bewerk ons hart opnieuw. Kom, spreek tot onze ziel, want u bent koning voor altijd, dat wij uw kinderen mogen zijn. Hier op aarde, overal, uw licht schijnen zal. Zingen halleluja, halleluja. Zingen halleluja, halleluja. Zingen halleluja, halleluja. Zingen halleluja, halleluja. Aan het slot van deze dienst mag ik u Gods zegen meegeven. Ontvang die met een gelovig hart. Neem die zegen mee naar huis en wees zelf ook tot een zegen in uw omgeving. De genade van Christus Jezus, onze Heer en overwinnaar door de voerbak, kruis en opstanding. En de liefde van God die uit welbehagen de wereldgeschiedenis voortstuwt naar het nieuwe paradijs. En de verbondenheid met de Geest die volkomen vrede verkondigt door de dynamiek van kerk en zending. Zij met jou en met u allemaal. Amen. Op kerstochtend, aanstaande vrijdag, zijn we weer met een nieuwe uitzending. Dominee Evert Evert spreekt dan over het thema met ingehouden adem. Voor vanavond staat er nog een speciale uitzending op de planning. Dit Koningskind organiseert samen met de band Lef een prachtig kerstconcert met als titel Licht in de Nacht. Vanaf 8 uur kunt u het concert meemaken via het YouTube-kanaal van Dit Koningskind. Het is warm aanbevolen. Ten slotte de collecte. Er verschijnt straks een QR-code in beeld waarmee u een gift kunt overmaken. Fijn als u op deze manier ons werk wilt steunen en zo mee wilt helpen om het goede nieuws over Jezus te verspreiden via nieuwe media. Wij wensen u een mooie en gezegende zondag toe. Van deze uitzending, dan wilt u vast meer zien. Ga naar beleefmee.nl voor lezingen, concerten, afleveringen van het opinieprogramma Denk Eens Mee en het natuurprogramma Gaaf. Meditaties ondersteund met gebaren, cursussen van Weet Wat Je Gelooft en documentaires. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers.